Met het regiocongres werd vrijdag 4 november de aftrap gegeven voor een nieuwe periode waarin men uitvoering wil geven aan de gestelde doelen in het ambitiedocument Rivierenland 2016-2020 van Regio Rivierenland. De gastsprekers van het regiocongres, dat werd gehouden in Hotel Tiel, zorgden voor een interessante en leerzame middag. Tijdens de paneldiscussie onder leiding van Roelof Hemmen gingen overheid, bedrijfsleven en experts met elkaar in gesprek over de realisatie van Rivierenland als vrije tijdsbestemming. Vanaf aankomende week ziet u in Rivierenland in zaken een impressie van de middag en komen een aantal belangrijke sprekers aan bod, waaronder burgemeester De Boer van gemeente Buren.